Ik ben Maudie Stuur. Ik doe de opleiding Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik ga een interview doen over fake news. Nou, mijn eerste vraag is, wat verstaat u onder fake news? Ja, fake news, daar kun je op verschillende manieren kun je dat interpreteren. Het minste is dat iemand gewoon een foutje maakt. Dus het verkeerd afronden of het verkeerd begrijpt of het verkeerd ding. Dus dat is zeg maar, dan is het zeg maar nieuws wat niet waar is. Aan de andere kant van het spectrum heb je echt mensen die nieuws verspreiden met als doel. Die weten dat het zeg maar, dan heb je eigenlijk gewoon eerst in instantie heb je dan nieuws wat mensen niet weten dat ze verspreiden, dat dat niet waar is. Dus je hebt nieuws. Niet waar nieuws. En op een gegeven moment aan de andere kant, waar we nu vaak over praten, is dat mensen nieuws verspreiden waarvan ze zeker weten dat het niet waar is, maar met bedoeling om mensen heel bang te maken of om mensen boos te maken of om een combinatie daarvan. Dus eigenlijk het nieuws, fake nieuws vind ik echt nieuws voor mij, wat helemaal niet klopt. En dat kan dan heel duidelijk zijn dat het niet klopt, of heel erg onduidelijk dat het klopt, maar wat verspreid wordt met de bedoeling om iets anders te bereiken dan eigenlijk de nieuwsvoorziening zeg maar volledig te maken. En daar zie je er dus en daar hebben we eigenlijk het meeste probleem mee. Want iedereen, heel vaak, als je hebt over experts die op één zitten, of nieuwsuur of dat soort zaken, wat is het verschil met een expert op een onderwerp en een tweedehands verkoper van auto's? Is dat een tweedehands autoverkoper die weet wanneer die liegt. En een expert weet dat helemaal niet. Want het is vaak een complex onderwerp. En dan kun je allerlei dingen zeggen die niet kloppen. Maar dat weet je dan niet. En aan de andere kant heb je ook gewoon mensen die het echt bewust doen. En het verspreiden. Nou, dat versta ik onder fake news. Ja. En hoe herkent u fake news? Ja, interessant. Ik ben dus zelf trendwatcher. Hè, dus ik hou me altijd bezig eigenlijk met. Ik probeer te kijken naar de samenleving. En mijn onderwerp. Ik ben Vincent Evers overigens. En mijn onderwerp is dan ook dat ik kijk naar de invloed van digitale techniek. Hoe dat eigenlijk de wereld beïnvloedt. Hè. Dus die hele digitalisering van de samenleving. Het feit dat we allemaal social media hebben. Snelle communicatiekanalen die snel verspreid kunnen worden. En dan heb je het inderdaad eerst over gewoon e-mail. En dan heb je het over Twitter. En dan heb je het over WhatsApp. En dan heb je het over TikTok en allemaal dat soort dingen, social media. Hoe beïnvloedt dat eigenlijk de manier waarop wij tijd spenderen, opinies krijgen, het gedrag wat we hebben en hoe dat ook weer de politiek beïnvloedt? Want dat heeft ook weer invloed op de manier waarop onze samenleving inrichten. Nou, hoe herken je in fake news? Verschrikkelijk, dat is van verschrikkelijk simpel tot heel erg ingewikkeld. Dus er zijn hele slimme fake news. Waar hele subtiele veranderingen zeg maar worden gemaakt om een bepaald doel te bereiken. En anders is het ook. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel dingen die heel erg simpel zijn. Dus wat doe ik? Als er iemand iets zegt op Twitter. Want Twitter is een fantastische manier. Twitter en WhatsApp, dat zijn eigenlijk de methodes die het meeste gebruikt worden. Ook wel een beetje e-mail, maar eigenlijk die twee het meeste. Ik ga altijd op zoek naar. Ik typ gewoon de titel van het rapport in. En dan kijk ik wat voor resultaten er zijn op het medium. En enerzijds kijk ik dan op Twitter wat er dan iets staat. He, dus vandaag stond het weer over bij Op1. Had iemand van het Forum voor Democratie had weer een filmpje geplaatst. Dat Op1 eigenlijk ophitste bij Kuipers om meer maatregelen te krijgen. En dan hadden ze een videootje gepubliceerd. Dus had ik laten kijken. Ik denk, jezus mina, die mensen zijn wel heel agressief aan het vragen om maatregelen. Maar toen bleek dat dat in elkaar gesneden videootje was, waar alle responses die redelijk waren en alle vragen die redelijk waren, waren eruit gehaald. Dus toen ging ik naar het oorspronkelijke materiaal. En dan zag ik, ja, er wordt wel echt alles uitgehaald wat op een gegeven moment zeg maar discutabel is. Dus dat is dan echt typisch iets wat Forum voor Democratie online heeft gezet, met de oproep daaronder. Dien een klacht in bij het publieke nieuws. Nou ja, en dan soms bij Forum voor Democratie weet je altijd dat alles wat ze plaatsen eigenlijk wel daarop gericht is. Maar er zijn ook een heleboel mensen waar je niet weet wat de achtergrond is van deze informatie. Dus als ik iets zie, dan denk ik van, hey, dat is interessant. En dan heb ik vaak wel het gevoel, klopt dat? Met een vraagteken. En als het niet klopt, dan ga ik eigenlijk kijken naar andere tweets, andere WhatsApps. Ik typ het in Google en kijk wat daar voor nieuws daarin is. Ik kijk naar de replies die er vaak onder staan. En heel vaak kun je dan 95% van de gevallen kun je dan zien van, oh ja, oké, dit is weer zo'n verhaal. Dit is eruit gehaald. Deze persoon
vertelt altijd van die dingen. En deze persoon deze persoon is eigenlijk heel genuanceerd. Dus die doet, nou, dan heb ik al meer vertrouwen in het gebeuren. Deze persoon werkt daar en daar en daar. En dan heb ik het idee, nou, daar zit dan nog een beetje een filter in. Dus je kunt door middel van de achtergrond van de persoon, waar de persoon werkt, de reacties op de tweet, de reactie op de WhatsApp, de reactie op Google, wat je daar allemaal kunt vinden. Daar kun je dan heen. En dan soms, als je met Google, als het een beetje mee zit, kom je dan ook vaak op fact-checkings, kom je soms op fact-checking sites. En dan kun je kijken van wat bedrijven of organisaties die je dan vertrouwt, daar eigenlijk van vinden. En ook wat je in kunt typen is hoax, spatie, iets. Dan krijg je ook heel vaak dat mensen gewoon hoax, dat zeg maar, dit en deze statement is gewoon een hoax vanwege dat en dat en dat. En dan heb je daarna nog je eigen brein, dat je een oordeel moet vellen, dat je denkt van, is dit waarschijnlijk? Nou, en heel vaak als het outrageous is, dan is het vaak niet waarschijnlijk. Dus een combinatie van technieken en een combinatie van je brein. En ook heel vaak heb ik dat een cijfer, dat ik denk, dat klopt gewoon niet. Weet je wel, gewoon logischerwijs is dat gewoon veel en veel te veel. Dan zeggen ze mensen, ja, dus vanochtend raakte ik weer getriggerd door die zei van 200.000 mensen komen er per jaar bij in Nederland. Hè, en we moeten 100.000 huizen bouwen per jaar. Nou, dat kan niet. Dus we hebben een groot probleem, want door die immigratie. Nou ja, dan ga je kijken bij het CBR naar immigratie. Dan zie je dat er inderdaad 200.000 mensen binnenkomen. Maar er gaan er ook 150.000 weg. En van die 200.000 mensen die komen, dan komen er zeg maar 60-70% uit, 80% uit westerse landen, Europa, 50% Amerika, andere landen. En dan komt uit Azië en Afrika komen dan 20% of 60%. En dan publiceer ik daarover. Dan, als ik dat dan heb uitgezocht, en ik denk, nou, netto betekent dat eigenlijk 20.000 mensen per jaar voor gezinshereniging, voor studie. En dan kijk ik ook meteen even van hoeveel uitkeringen krijgen ze daarbij. En dan ben ik weer heb ik een beetje gevoel alsof ik het onderwerp weer een beetje relief kan geven. Dus dat zijn een beetje de manieren waarop ik werk. En dan als ik het eenmaal heb gedaan, dan denk ik, ja, ik ben er toch behoorlijk mee bezig geweest. Dan ben je toch zo weer een uurtje bezig om iets qua fake news te zeggen. Van, ja, eigenlijk wordt hier iets gesteld en dat is niet waar. Of dat is dan delen niet waar, of dat is helemaal niet waar. Maar dat wordt voor een bepaald doel gedaan. En dan heb ik ook de behoefte om dat dan weer te melden. En dat doe ik dan meestal op Twitter of op de WhatsApp-groep waar ik dat stukje nieuws ben tegengekomen. En eigenlijk is het gewoon volledig geëxplodeerd sinds corona. Het was altijd al op Amerikaanse site heel erg aanwezig. Maar sinds corona ben ik ook geabonneerd op een aantal WhatsApp-groepjes die over corona gaan. En die groepjes die zijn van corona nu ook naar andere dingen gegaan. Naar het mestprobleem, of naar het stikstof en naar de Oekraïne, naar Rusland, naar Amerika. En dan zie je dat fake news aan alle kanten explodeert. Oké. Komt u wel eens in aanraking met fake news? En gebeurt dat vaak of juist wat minder vaak? Ja, ik heb dat dus net al in deze vraag heb ik al beantwoord. Ja. Dus eigenlijk sinds corona, jammer dat ik dat weer verteld heb daarvoor al, want ik had netjes eigenlijk jouw vragen moeten beantwoorden. Ja. Dus dat is een hele goede vraag. Ja, je kwam het altijd al tegen. Je kwam altijd al tegen. En de wereld zit vol met conspiracies. En ik zat net te luisteren naar een audioboek van Plato, The Republic. Dus echt gewoon duizenden jaar geleden, zeg maar, in Athene en Griekenland. En daar had hij het al over fake news. En dat populisten stukjes nieuws pakken en dat dan gewoon publiceren alsof het de waarheid is. En dan mensen bang maken of boos of verontwaardigd of dit of dat. En dat dan gebruiken om hun eigen positie of een bepaald doel dichterbij te brengen. Dus fake news is echt al zo eindeloos oud. Dus dat even als eerste. En ten tweede is dan zo dat dankzij social media gaat het allemaal veel sneller, want iedereen kan het nu ook gewoon doen. En er zijn geen gereguleerde kanalen meer waardoor het zegt, nou, als de Telegraaf het publiceert, dan is het een beetje, dan kan het nog wel een beetje populistisch zijn, maar als NRC het publiceert, dan is het serieus. Dat heb je eigenlijk niet meer, want het is, want de kranten en de instituties, die zijn nu allemaal ook zo snel. Die zijn bang om dingen te missen. Dus en zeker sinds corona, omdat dat een wereldwijde trend is waar overal ter wereld hetzelfde gebeuren,
daar was het gigantisch. Hè? Dan was het overal de big reset. En over dat iedereen als bosjes neerviel bij vaccinatie. Of dat het expres was verzonnen door dit of dat. Nou, in ieder geval, het aan alle kanten is het geëxplodeerd op dat terrein. Dus dat heeft het ook een beetje ook onder de aandacht gebracht bij de mainstream media. En dan zie je dus inderdaad dat iedereen die een beetje, zeg maar, serieus nieuws is, die heeft ook een gedeelte van de tijd, heeft die gewoon fact news en factchecks. En daar heb ik ook nog wel, en daar ben ik ook zelf ook mee bezig, om een site. Ik heb ook geholpen met een website te maken. Die heet de Fact Club. En wat wij daar proberen te doen, zeg maar, in die Fact Club, is wij proberen, ik zal het even laten zien. Wij doen elke week een paar weken halen wij dan een aantal van dat soort dingen naar voren. En die zoeken we uit. Maar eigenlijk moet ik niet zeggen dat we die uitzoeken. Wij verzamelen factchecks van allerlei verschillende landen en verschillende onderwerpen. Dus dan zie je hier de ramp met de Space Shuttle werd in scène gezet. Of 911, dat heb je altijd. Of iets idioots over de koningin. Of Sylvana Simons verkleedt zich als Zwarte Piet, weet je wel. Nou, en Hitler werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Waar? Echt overal. En dus allemaal dingen die... En wij, deze website hebben wij gemaakt omdat wij eigenlijk het fact-check-nieuws van bijvoorbeeld het AFP, hè, dus van zeg maar een Europees nieuwsbureau of DPA in België. En daar hebben wij een website gemaakt om dat allemaal een beetje... duidelijk te maken. En wij doen dus niet zelf de factchecks, maar wij verzamelen de factchecks. En we maken daar ook elke week een programma op Radio 2 in de Noud, een nieuw show om 7:00 op donderdag, geloof ik. En dan bespreken we gewoon het fake news van de week. Dus dat is zeg maar wat ik er zelf aan bijdraag. En dan, ik heb met Maurice de Hond heb ik 150 uitzendingen gedaan over corona. En wat is nou eigenlijk corona? Hoe vinden besmettingen plaats? Vindt dat via contact of via je handen of via onderwijs, via materiaal plaats of via de lucht of via druppels? En daarna over welke maatregelen werken nou wel, niet en hoe werkt vaccinatie? Werkt dat goed? Daar hebben we dus 150 uitzendingen over gehad. Elke week, waar dan duizenden mensen eigenlijk aan meekeken. En waar wij dan heel nuchter probeerden al het onderzoek te verzamelen. Over wat is het bekend over corona. Dat begon al in februari eigenlijk. Februari 2020. En dan in maart werd het dan serieus in Nederland. En toen kregen we drie zware maanden. En toen in de zomer was alles weer weg. Was iedereen weer, alles weer vrolijk. En daarna begon het weer. En toen toen kwam Maurice eigenlijk. Met aerosolen en ventilatie. En dat was allemaal uitzoeken en veel Q&A doen. Veel vragen beantwoorden van mensen. Dus toen ben ik er heel erg met mijn neus opgedrukt. Hoe moeilijk het is om fake news eigenlijk te ontmaskeren. Want heel vaak zijn mensen iets zekerder over, over iets wat dan dat eigenlijk nuttig zou, dat eigenlijk gerechtvaardigd is. Dan zeggen ze, wij moeten gewoon als Nederland uitstralen dat we één strategie hebben. En we moeten iedereen overtuigen. We moeten niet meer mensen verwarren. Dus het vaccin werkt altijd. Het werkt tegen besmetting. Het beschermt je voor altijd. Je kunt daarna dansen bij Janssen. Terwijl wij zaten toen al te kijken. Er was al 3 maanden lang was er al een vaccin in Israël. Nou, je zag al dat helemaal niet altijd beschermde. En zeker na 3 maanden dat het weer minder begon te beschermen. En terwijl wij in Israël al zagen dat je eigenlijk elke 4 maanden dan een nieuwe vaccin moest hebben, zat hier Hugo de Jonge nog te zeggen, het werkt allemaal fantastisch en het levert alle problemen, de maatschappij kan weer open, we hebben helemaal geen probleem. En wij zo van, hey, daar klopt echt helemaal niks van. En daar wilde dus echt niemand naar luisteren, want de samenleving die wilde gewoon graag een positief verhaal hebben. Als je dit doet, is het opgelost, klaar. Complexiteit wordt dan zeg maar out of the window gegooid. En nou ja, als de politiek iets wil en de Tweede Kamer gaat erin mee en de media die zegt eigenlijk, ja, we zitten in een crisis, we mogen eigenlijk nou niet de regering veel kritiseren. En de mensen die erover gaan, het OMT, die wil eigenlijk alleen maar op vriendelijke talkshows komen waar iedereen zegt van, hoe zit het meneer?
En moeten die maatregelen niet wat strenger zijn? En dan zag je gewoon dat er voor een discussie en een goed debat eigenlijk geen ruimte was. Nou, dat is iets anders dan, dat is geen fake nieuws, maar dat is van, jongens, we moeten allemaal dezelfde kanten uitkijken. Maar aan de andere kant waren er ook mensen die echt gewoon dan weer zeiden van, ja, al die maatregelen kloppen niet, het is een fake virus. Dus er was eigenlijk aan de ene kant, alle maatregelen werken en het is fantastisch. Aan de andere kant, er is helemaal geen ziekte en die maatregelen werken allemaal voor geen meter en die PCR-test werkt helemaal niet en die vaccins die zijn allemaal dodelijk en iedereen valt dood neer. Dus je had aan allebei de kanten had je een enorme bak met fake nieuws en wij probeerden een beetje daartussenin te zwemmen. Wat is nou waar? Dus toen ben ik er echt behoorlijk mee geconfronteerd. Ja, vindt u het makkelijk om het fake nieuws te herkennen of heeft u daar nog wel moeite mee? Ja, simpele fake nieuws. Het meeste, 95% van de tijd, is het makkelijk. Dan kun je het gewoon door middel van Google intypen of even op te klikken wat van anderen, wat de bron nog meer van de informatie verspreidt. Dan kun je vrij snel kun je zeggen van nou, met 90% zekerheid is dit gewoon iets wat ik niet serieus moet nemen. Maar sommige dingen zijn ook echt gewoon heel complex. Er zijn ook gewoon hele goede onderzoeken waar bijvoorbeeld, ik zat te kijken naar een peer-reviewed. Dus als je mijn Twitter-feed kijkt, dat is Vincente. Dus apenstaartje Vincent E. En ik zag een super interessant rapport. Wat in een wetenschappelijk artikel. Wat allemaal getest was door allemaal collega's, zeg maar. En dat zag er heel goed uit. Met toch hele zorgelijke conclusies over het vaccin. Dat allerlei mensen hartproblemen kregen. Jongeren kregen hartproblemen. Ouderen kregen hartproblemen. Mensen vielen dood neer. Ik denk, wauw, dat is echt wel. En het was een hartdokter. Een hartdokter. En dat zag er heel goed uit. En pas nadat ik alle reviews daarop las, daaronder, bleek dat dat blad waarin het zeg maar was gepubliceerd. Ik had het eerst gepubliceerd. Van wauw, dit moeten we even naar kijken. Maar toen ging ik nadat ik het had geretweet en gezegd, nou, dit is erg interessant, is dit waar? Bla bla bla, wat vinden mensen hiervan? Daarna toen ik las de eerste paar pagina's. En daarna ging ik de reviews lezen. En toen zag ik op een gegeven moment iemand die zegt van, nou, even, hier zijn 20 dingen die mis zijn met dit gebeuren. En toen bleek dat het blad. Het peer-reviewed blad bleek dat het maar 25 artikelen ooit had gepubliceerd. Dat die man zelf in de editorial board zat. Dat er eigenlijk wel behoorlijk sterke dingen zei. Zonder dat hij daar als cardioloog onderzoek naar had gedaan. Dat die artikelen van het internet aanhaalde, die waren niet wetenschappelijke artikelen, maar we hebben webblogs. En pas nadat ik er een half uur mee bezig was, dacht ik van, oh nee, dit moet ik toch echt, dan heb ik alles weer weggehaald. En toen dacht ik, oh ja, nee, dat moet ik wel. Want mensen worden ook steeds slimmer, hè? Dus peer-reviewed, wetenschappelijk, met goede abstracts en dit soort dingen. En ik weet nog steeds niet of die man gelijk heeft of niet, want dat was helemaal niet zo duidelijk. Maar in ieder geval was het geen superduidelijk artikel waar het echt heel erg wetenschappelijk goed onderzocht, met peer-reviewed. En dat heeft hij op zijn minst, heeft hij dat gewoon geprobeerd te illustreren. Kan het best wel zijn dat dat nieuws waar is, maar hij heeft het dan een klein beetje te veel wetenschappelijk aangezet. Dus dan heb je al gewoon niveaus van geloofwaardigheid. Dus kan van heel moeilijk tot heel makkelijk zijn. Ja. Waar let u bij het herkennen van betrouwbare bronnen? Ja, ik ga dus echt ook verder dan. Ik ga dus niet alleen maar naar de kranten, de BBC en de New York Times en dat soort dingen. Ik ga ook echt gewoon op zoek naar op Twitter en op YouTube. Dat zijn vaak de kanalen waar ik heen ga. En dan kijk ik enerzijds op, wat zijn de titels van andere artikelen, filmpjes, tweets die ze gedaan hebben. Hoeveel mensen zijn er positief over? Hoeveel mensen reageren erover? Wat soort mensen zijn dat? Die dan positief reageren. Wat vind ik dan nog meer van hun dingen? Wat is hun reputatie? Waar weten ze er iets van? Hebben ze daar kennis van? Dus daar kijk ik dan naar. Want vaak is het zo dat je, als je de simpele fake news, die kun je herkennen. Maar de moeilijke fake news, dat is vaak heel veel te ingewikkeld. Weet je wel,
hoe weet ik nou of het vaccin cardioproblemen oplevert? Want dat zie je wel eens inderdaad, dat er gewoon komen tweets voorbij van jongere mensen die dan problemen hebben. Maar dan hoor je daarna weer, ja, maar dat gebeurt eigenlijk heel erg weinig. De mensen die het dan hebben, die worden makkelijk behandeld. En als dan zo'n cardioloog dat zegt, hoe kan ik daar nou iets van vinden? Dus dan moet ik niet, dan kan ik inhoudelijk dat niet doen, dat doe ik wel. Maar dan kijk ik van, oké, wie is die man? Oké, wat heeft hij nog meer gedaan in het verleden? Is er een wikipagina over hem? Wat zijn zijn aanhangers? Hoeveel views heeft hij? Wat zijn de commentaren onder zijn filmpjes? Zijn dat allemaal conspiracy theorieën die er onder andere hangen? Dan ben ik alweer wat voorzichtiger. En of zijn dat allemaal mensen die inderdaad op Cambridge hebben gezeten, of die op dit of dat of zo. Dus ja, inhoudelijk het onderwerp zelf. Wat heeft die persoon nog meer gedaan en welke mensen volgen hem en wat voor commentaren geven ze? Dat is eigenlijk een beetje mijn intuïtieve fake news check. Oké. Is er wel eens fake news over jezelf naar buiten gebracht? Oh ja. Er is, nou, er is bijvoorbeeld een apenstaartje Vincent Everts. Dat is een fake Vincent Everts. En die vertelde allemaal onzin over mij. Of die maakte gewoon grapjes over mij. Dus dat was één ding. En Geen Stijl heeft me ook wel eens te pakken genomen. Op Twitter heel erg vaak dat mensen zeggen van dat ik dit of dat ben. En dat ik betaald word door die of betaald word door die. Of dat ik onder invloed ben. Of dat ik... Ja, en natuurlijk ook dat ik dom, naïef in de pocket ben van het groot kapitaal of juist de linkse media. Of, dus weet je wel. Dus ik vind dat meer altijd, en daar ben ik altijd wel trots op als mensen mij een beetje aanpakken. En soms doen ze dat op een uitermate botte manier, maar ook regelmatig doen ze dat. Doen ze dat iets subtieler. En wat ik heel erg waardeer als iemand zegt, hey, je hebt dit en dit geplaatst, dit en dit klopt niet. En hier is het argument waarom. Nou, dan ben ik echt super geïnteresseerd. Dan ga ik meteen aan het werk om dan al hun bronnen te checken. Dus schelden, dat zie ik meer van, nou, oké, blijkbaar doe ik iets goeds. En dat het allemaal onzin is, nou, dan kijk ik of ze argumenten hebben waardoor ik iets kan terugdoen. Als het onduidelijk is, dan probeer ik altijd wel een beetje te verduidelijken. Dus ik ben wel, als ik iets tweet, dan kijk ik altijd wel naar de replies. En of die replies een vraag, opmerking, verduidelijking, verbetering plaatsen. Dus, maar ik zie het ook een beetje als een compliment. En Maurice de Hond krijgt natuurlijk nog 100 keer zoveel replies. En dat gaat ook van totale fanmail tot met totale van... hou je bij je leest politieke voorkeur checker en je weet er gewoon geen bal van. Maar meestal zie je bij Maurice, omdat hij zo ontzettend nauwkeurig is en zoveel erover schrijft en dingen onderzoekt, dat mensen alleen maar algemene dingen zeggen van, je weet er niks van, waar bemoei je je mee, je bent heel slecht bezig, je maakt iedereen bang of juist niet bang, of je maakt onze politiek belachelijk of niet. Dus dat zijn meestal niet inhoudelijke argumenten, maar meer opinies. En opinies zijn minder interessant dan data en facts en replies. Vond u sommige fake news die over u naar buiten kwam, vond u dat ook niet pijnlijk of deed het u iets? Nee. Ik bedoel, als je op Twitter aanwezig wil zijn, en ik ben dan sinds 2007, sinds het begon ben ik daarop aanwezig. En eigenlijk langzamerhand is het een beetje gedivergeerd. En ik ben eigenlijk op Twitter... Ik ben aangezien als digitale trendwatcher, zeg ik allemaal, moet je kijken, dit is een leuke nieuwe gadget, een leuke nieuwe telefoon, nieuwe ontwikkeling met 4G, 5G, met big data, AI voorbeelden of autonomous rijdende auto's. Nou, zolang ik mij maar met dat soort dingen bezig hield, viel het allemaal reuze mee. Toen ik natuurlijk over corona begon mee te doen, omdat ik eigenlijk, ik doe iets van 100 presentaties per jaar en dagvoorzitterschappen en dat soort zaken en... Opeens met corona zat ik thuis en zat ik gewoon achter die pc. En ben ik toen inderdaad natuurlijk, net zoals iedereen, helemaal gefascineerd geraakt door corona. En ben over de hele wereld mensen gaan interviewen. Hoe doen ze het in Vietnam? Hoe is het in China? Ik was in 2019 naar China gegaan met 30 doktoren. En toen een maand later, toen we terugkwamen, kwam het eerste nieuws over corona. Dus toen ben ik heel erg daarmee bezig geweest. En toen zag je dat... De intensiteit waarin mensen boos waren op mij en mij een eikel vonden of dit of dat, dat,
toen kwam dat eigenlijk pas op. En sinds ik toen, in maart zijn we toen begonnen met onze wekelijkse Q&A. Nou, toen kreeg ik het flink te pakken. Overigens, het meeste ik kreeg nog het meeste commentaar van mensen. We deden dan een Q&A van Maurice. En ik was de Q. Ik stelde allerlei vragen. En ik haalde vragen van het publiek. En Maurice antwoordde. En wij hadden een hele hoop mensen die heel kritisch waren op het beleid rondom corona. En ik was nogal eens een keer van dat ik zei, ja, het is toch duidelijk dat de overheid dit mocht doen. Het is toch wel heel belangrijk, dat is toch wel redelijk dat ze dit doen. En ik was dan een beetje, ik probeerde een beetje in de discussie de andere kant naar voren te brengen. En Maurice af en toe eens een keer kritisch te bevragen. En dan werden mensen echt helemaal gek. Van laat die man praten, bemoei je niet mee, je bent een eikel, je weet er niks van. Laat Maurice praten, ga weg, weet je wel. En dat soort dingen kreeg ik. Ik had dan die dankbare rol om zeg maar af en toe tegen Maurice in te gaan. En dan kreeg je het bij die, dan was je bij de mensen die kritisch zijn. Die vonden dan dat ik veel en veel te veel, ja, de mainstream media, de overheid, de politiek, het redelijke alternatief, dat ik daar helemaal verkeerd in bezig was. Heeft u, als er fake news over u naar buiten kwam, heeft u dan ooit wel eens iemand daarop aangesproken of andere stappen ondernomen? Nou, niet andere stappen, maar als iemand iets zegt van, nou, je bent echt een droplul vanwege dit of dat, zo, dan zeg ik, oké, wat heb ik nou verkeerd gezegd? Dat doe ik bijna altijd. Oké. En dan zeggen mensen van, meestal reageren ze niet erop. En heel soms dan zeggen ze, nou, je bent, en dan komt er weer iets algemeens. Hè? Dus ik probeer dan uit te vinden, wat is nou precies? Is er een cijfer niet goed? Is er een redenering niet goed? Is mijn linkjes naar artikelen die ik heb gepost, kloppen die niet? Of dat soort dingen. En dat vraag ik daarna. Dus mensen die echt heel bot zijn, dan heb ik toch regelmatig misschien 1 op de 2 of 3 keer. Hangt er een beetje vanaf hoeveel keer. Als het 30 keer gebeurt, dan ga ik niet. Dan doe ik nog ineens een poging. Maar als het 3 keer is, dan ga ik mensen vragen van, oké, wat is er nou fout aan mijn redenering? Help me. Help me improve. Dus dat is het enige wat ik doe. Ik heb nog nooit, volgens mij ben ik 1 keer, ik ben duidelijk niet erg populair, want ik ben pas 1 keer geloof ik met de dood bedreigd of zo. Of mensen zoals jou, die moeten afgeschoten worden of zo, weet je wel. Nou, dan denk ik, eindelijk heb ik het ook eens een keer gekregen. Maar ik heb wat dat betreft wel een toch wel een dikke huid. Ik denk dat mensen heel veel roepen en maar heel weinig doen. En dat was, dus over het algemeen ben ik eigenlijk wel, ben ik wel tevreden over hoe mensen reageren. En negeer ik eigenlijk gewoon al degenen die allemaal maar lopen te schelden. Dat interesseert me niet. Ik ben altijd geïnteresseerd in feiten, reacties. En ik heb wel een dikke huid dat ik niet bang ben. En of ik dan een upset raak, dan raak ik, kan er goed tegen. Oké, nou dat was hem eigenlijk. Ja, heel mooi. Hey, en wat ga jij nou hiermee doen, zeg maar? Jij hebt dus een aantal mensen die je gaat interviewen. Wie ga je nog meer interviewen? Ik heb Maurice de Hond al geïnterviewd. Oké. En verder, in mijn filmpje komt een presentator. Dus dan heb ik 2 mensen die ik eigenlijk heb geïnterviewd. En dan een presentator. En daaromheen ga ik een filmpje maken over fake news. Oké. Nou, ik wou nog even laten zien van wat misschien aardig is. We hebben dus die site gemaakt, zeg maar, hè, die ik net even liet zien. Dat is dus thefactclub.nl. En, ja. En dan hier, dat is misschien wel leuk, die kan ik je ook even sturen. Dat is hier, dit is onze spreadsheet die we toen hebben gebruikt als voorbereiding voor die website. Dit is de spreadsheet met alle fact-checkingsorganisaties. En daar zitten vast wel een heleboel bij die je niet kent. Maar dus je hebt newscheckers en KNAK en Factory. En België doet er heel veel aan, want België geeft daar geld aan uit. Ik geloof dat België 5 of 10 of 20 miljoen euro uitgeeft aan fact-checkingsorganisaties. Die hebben dan hele uitgebreide dingen. Nou, dan heb je dan de kranten, Volkskrant, Hoax, hè, dat is dan ook weer Belgisch. Dan heb je leugens.nl, dat is geloof ik van de KRO. Oh nee, KRO's Pointer. Die ook, en Pointer was wel interessant, want Pointer had op een gegeven moment ook over Maurice een aantal uitzendingen. Waar ze Maurice helemaal klein maakten en helemaal met grond gelijk maakten. Waarbij zeg nou, en dan presenteren ze zich als fact-checkers. Dat echt aan al lopend band allemaal dingen niet neerzetten. Dus hier zie je dus dat ze zeg maar allemaal Nederlands, ook nu.nl.
En hier factcheck.org, dan kom je in de Amerikaanse gebeuren, EU factcheck. Dus dat zijn allemaal organisaties. Moet je kijken hoeveel factcheckingsorganisaties er zijn. En dan hadden we hier een lijst van wat willen wij nou allemaal, wat willen we nou? Dit zijn allemaal factchecks die wij nog klaar hebben, zeg maar. 37% van de 0 tot 5 jaar heeft immigratieroutes. Oké, nou, dat is dan, weet ik veel, wat staat allemaal? Duitse regering bestelde een nachtmerrierapport. Nou, allemaal, in ieder geval, dit zijn de dingen die wij dus dingen en met to-do's en dat soort dingen. Dus als je dat leuk vindt, die factcheckings, ik zal je hier deze eventjes. Dus als je dat nog voor je onderzoek is leuk om dat nog even te gaan kijken. En ik wil ook nog even deze laten zien. Ik vond er. Dus hier zie je bijvoorbeeld op Maurice.nl. Daar heb je dan hoe die factcheckers nou omgaan. Dus wij hebben ook heel vaak dat wij dan rapporteren over iets. Ivermectine was een hele goeie. Ivermectine is een medicijn wat dan zeg maar in de top 10 staat van meest nuttige medicijnen. Met wormpjes die tot rivierblindheid leiden. En dat dan zou dan werken op corona. Nou, heel veel berichten, heel veel discussies. De World Health Organization zegt dat het nog niet duidelijk is of dat wel iets is of niet iets is. En dan heb je dan ook allemaal factcheckers die daarmee bezig zijn. En dus het is dan interessant om te zien van hoe dat dan gaat, hoe academici worden afgemaakt en hoe factcheckers, als je op een gegeven moment hebt een goede wetenschapper die dan echt een serieus artikel schrijft en dan heeft een journalist die doet een factcheck. Nou, hoe die dat doen is dan helemaal onduidelijk. En die concluderen aan het einde, het is waar of het is niet waar. Dat je denkt van, Jezus Mina, hoe heb je dit nou in godsnaam kunnen doen? Eentje die ik wel heel erg goed vind, is Nieuwsuur. Nieuwsuur vind ik echt een fantastische site. Die doen dan, op de Big Reset of oorlogsvideo's of de omvolking. De onzinfuik van TikTok. Nou, dit vind ik echt hele mooie. Dit vind ik vaak hele mooie dingen. Of bijvoorbeeld ook hoe Jaap van Dissel beschuldigd werd. Dat hij 750.000 euro had gekregen van een of andere. Van de organisatie die de testen in Nederland verspreidt. En dat zijn prachtige stukjes werk. Maar die kosten zo 20.000 euro aan moeite om dit te doen. En dan als je dan kijkt. Nou, hier 32.000. Hier Jaap van Dissel. 41.000 weergaven. En dan als je dan ziet van hoe vaak dat op social media is verspreid, weet je, honderdduizenden, zo niet miljoenen keren en allemaal, alles is al gebeurd. En dan komt er daarna nog een factcheck. En dan blijkt dat inderdaad volkomen onzin te zijn. En dat dit is nog een factcheck, die is zeg maar het nieuws, verspreidt zich overal. En daarna werd eigenlijk wel overal geconcludeerd, het is volkomen onzin. Maar heel vaak heb je ook dingen die helemaal nog niet het nieuws bereiken. Dus ik vind dat zij dat gewoon heel goed doen. Dus factchecks moeten. België geeft daar geld aan uit. Die geeft gewoon aan factchecks aan universiteiten die samenwerken. En in Leiden hebben we een politicologie afdeling die doet iets aan factchecks. En die geeft één keer in januari geeft ze dan 30 studenten de ruimte om factchecks te maken. En die dan te schrijven. Nou. Dat is dan eigenlijk in Nederland is dat aan de hand. Weet je wel, dan heb je wat kranten die er wat aan doen. Maar die moeten dat allemaal zelf betalen. En op zich zou dat wel interessant zijn. Van hoe kun je nou, subsidies doen op factcheckers? En hoe kun je dan zorgen dat dat niet politieke opinies zijn. Die worden bevoordeeld van de een of ander. Maar dat het echt gaat over factchecks. Daar moet eigenlijk over nagedacht worden. Dat moet ook in de wetenschap moet erover gesproken worden. Hoe kun je nou zeggen dit is wel een goede factcheck. En dit is niet een goede factcheck. Daar. Dus en hoe kun je die factchecks op het spoor komen? Hoe kun je zorgen dat degenen die eigenlijk het potentieel hebben om heel groot te worden, dat je dat ziet? Hoe kun je dan snel genoeg een factcheck maken dat je in ieder geval de basisinformatie erover verspreidt? Dus dat vind ik dan eigenlijk heel interessant om te zien. Even kijken, dit is even, ik kan nog even als laatste, kan ik nog even dit, deel ik dit nog even, deel ik nu een scherm? Ik deel wel een scherm, denk ik. Nee, ik zie nog niks. Nee, hier. Maar hier zie je, hier zie je mijn factcheck, zeg maar. En dan heb ik hier, hier heb ik bijvoorbeeld hoeveel immigranten werken, studeren en krijgen een uitkering. Dat heb ik van het CBS gehaald. En dan heb ik ook meteen wat bronnen eruit gehaald. Hoeveel komen ze in Europa, uit Europa, wat voor inkomstenbronnen hebben. Hè? Dit blauw is dat ze een baan hebben.
Blauw is een uitkering, dat zijn de mensen van binnen de Europese gemeenschap. En dan hier hebben ze mensen van buiten de Europese gemeenschap. En nadat ze 1, 2, 3, 4 of 5 jaar erin zitten. En dan zie je dat mensen die buiten de Europese gemeenschap komen, dus Afrika, Azië, Latijns-Amerika, dat dan daar best wel een flink gedeelte, 33% heeft een baan, 25% heeft een uitkering. Er zit een flink gedeelte zit op school en dan ook nog zeg maar mensen die zonder inkomen daarin zitten. Dus dan kun je dit allemaal, dit is gewoon nieuws wat ik dan probeer te verspreiden. Dus dit ging over die immigratie. En hier, dit ging over Tesla stocks en zo. Dus ik ben er regelmatig bezig om ermee bezig te zijn, om daar te reageren. En dan hier ook zoiets van Lubach. Lubach vind ik, geeft altijd wel regelmatig gewoon goede informatie. En er zit goede informatie die dan enorm leuk wordt gebracht, waar dan ook bakken met mensen naar kijken. Dus dat is ook een. Gaat niet alleen maar over het maken van de factcheck, maar dat je de factcheck zodanig maakt dat mensen daar op een dat die dat leuk vinden. Dus het bereik wat je krijgt. En meestal zijn factchecks saai en genuanceerd en subtiel en veel tekst en een paar plaatjes. En daar kun je dus daar kan heel veel aan verbeterd worden. Nou, dus wij moeten dankzij social media, dankzij het feit dat iedereen iets kan zeggen en dankzij dat mensen klikken op wat iets, dat ze klikken zonder dat ze iets verifiëren en dat gewoon met elkaar verspreiden, moeten we daar ook moeten eigenlijk ook de nieuwsmedia daar een professionele factcheck op zetten. Maar het businessmodel daarvan is vaak moeilijk. Nou, Lubach die doet het dan met publieke omroepgeld. En de Belgen hebben dan aan enkele tientallen miljoenen. Ik denk Europa is daarmee bezig. Maar dan is er ook weer veel kritiek over. Die zeggen, ja, dat is weer de verspreiding van de vrijheid van meningsuiting wordt weer bestreden door middel van geld van de Rijksoverheid, van de Europese overheid. Dus, maar ik ben er wel voor dat daar ook gewoon echt middelen voor ontworpen moeten worden. En leuk dat jij dat dan als onderwerp hebt gekozen. En wat is jouw conclusie over fake news? Is dat iets wat jij vaak tegenkomt, waar jij een reactie op hebt? Hoe ga jij daarmee om? Voordat ik zeg maar echt onderzoek ging doen naar fake news voor mijn filmpje, was ik er eigenlijk niet zo bewust van dat het eigenlijk best wel veel zeg maar voorbij komt. Dat ik eigenlijk vaak bijvoorbeeld op Instagram dingen zie en dan eigenlijk gewoon al eigenlijk wel snel aanneem van, oh ja, is dit waar of is dit niet waar? En dan vaak wel snel denk van, oh ja, het kan wel waar zijn, maar echt nooit onderzoek doen van, is het nou echt waar of is het nou niet waar? En ik denk dat ik dat nu wel iets beter moet gaan doen en minder snel denk van, oh ja, als ik iets zie staan van, oh ja, dit is waar. Maar echt onderzoek ernaar gaan doen van, is dit nou echt of is dit nou nepnieuws? Ja. Dus het is nuttig dat de school daar je van bewust van heeft gemaakt. En heb je fake news gekozen of is fake news echt iets een punt wat ze ook proberen onder de aandacht te brengen? Je had zeg maar vier grote thema's. En bijvoorbeeld desinformatie of wie heeft een podium, wie krijgt een podium. En dan daaronder mocht je zeg maar je eigen onderwerp kiezen. En ik vond fake news eigenlijk wel heel interessant van, ja, hoe werkt het nou eigenlijk en is het nou heel groot? Dus ja, daarom heb ik daarvoor gekozen. Ja, en wat vond je van het interview met Maurice? Ja, wel heel leerzaam ook. En ook, ja, goed om, zeg maar, iemand die, zeg maar, zoveel ermee doet en er echt, zeg maar, onderzoek naar doet en iemand die, zeg maar, dat er ook echt fake news over iemand naar buiten is gebracht. Dat is ook wel leerzaam om dat van zijn, zeg maar, punt te zien. Ja, ja. En vind je dat hij daar, wat vind je? Vind je hem iemand die ontzettend ook gewoon maar wat beweert? Of die juist heel zorgvuldig? Hoe zou je hem willen inschatten? Ik denk wel dat hij heel zorgvuldig is met informatie. Dat hij wel echt onderzoek ernaar doet of het wel echt nieuws is. Oké. Nou, we zijn heel benieuwd naar je filmpje. 1 november zijn. Staat het dan op YouTube? Het is zeg maar voor beeld en geluid. Dus als het een heel goed filmpje is, dan kan het wel eens op YouTube komen. Dus je wordt zeg maar uitgekozen. Ja, ja. Maar goed, als jij het hebt, zet het zelf even op YouTube. En stuur ons een linkje. Dan gaan wij het in ieder geval ook even verspreiden. Ja, is goed.
Oké, Oké, dankjewel. dank u wel.